En de stichting De Kracht van de Vrouw heeft gisteren 15 vrouwen in de bloemetjes gezet in verband met de Internationale Dag van de Vrouw. Deze vrouwen die een bijzondere bijdrage leveren in de samenleving, zijn gehuldigd en hebben een award en een oorkonde ontvangen. Agnita Josefzoon, voorzitter van de stichting, zegt dat ze de afgelopen 2 jaar niet veel heeft kunnen doen vanwege de COVID-situatie. De stichting is vanaf 2014 bezig met het ondersteunen van vrouwen en het huldigen van vrouwen die zich onderscheiden in de samenleving. Josefzoon vertelt waarom deze 15 vrouwen in aanmerking zijn gekomen voor de huldiging. Eigenlijk geef ik 8 vrouwen. Sinds 2014 met 8 vrouwen en dan in 2016 had ik meer vrouwen gegeven. Het hangt vanaf mijn budget. Zo doe ik het. Dan geef ik ze wel die huldiging. Zoals u al gehoord hebt, ik ga zelf op pad en ik observeer ook wat ze doen en ik luister mee. Ja, dat is mijn ding. Ja, want mijn vraag zou ook zijn, hoe kiest u uw vrouwen uit? Want u hoort namen natuurlijk, ja, ja. Hoe kiest u de vrouwen uit? Omdat ik in veel organisaties zit en ik kom in veel plaatsen terecht, dus vandaar. En ik luister altijd wanneer ik ergens aan mijn oren en mijn ogen kijken ook. Dus dat heb ik altijd geleerd om te observeren. Josefzoon geeft aan dat vrouwen elkaar onderling meer moeten ondersteunen. Zij is van mening dat op die manier de vrouwen het verder kunnen schoppen. Ze vertelt wat haar ervaring is bij het selecteren van vrouwen die gehuldigd gaan worden. Want kijk, hoe ik mijn vrouwen granny geef. Anderen zeggen, maar waarom geef je haar? Begrijp je? Maar ik voel van, om het te geven. Omdat ik gezien heb wat zij doet ook. En ze heeft ook gezegd van hoe ze voelt en wat ze wil doen. Maar ze krijgt de kans niet om het te doen. Dan zeg ik van, oké, nou span, laat het daarbij. Dan zeg ik niks meer. Dan heb ik al alles genoteerd. En wat hoopt u dat de vrouwen meenemen vanavond? Dat ze nemen wat hier gebeurd is, het goede. Weet je, laten we het slechte laten en dan kijken naar positiviteit en je helpen om verder op te komen. Want er zijn anderen daarbuiten die naar school willen gaan, maar ze krijgen geen hulp en de push niet om verder te studeren. Ja toch? Als je het kan doen, dan help je. Want anderen hebben die hulp gehad en ze zijn verder opgekomen. Ja toch, laten we het goede nemen. Laten we echt die liefde geven aan elkaar en helpen, ondersteunen voor elkaar. En uw boodschap voor de vrouw? Buiten deze 15 natuurlijk. Ja, McDin doet hun best. Ogen kijken naar ze. Dat moeten ze weten vooral. Overal waar je terechtkomt, kijkt men naar je kleding, je houding, alles. Hoe je praat, ja toch? Je articulatie. En men kijkt naar je. Dus McDin doet dat, McDin. Chadisrif, maar mooi vast, kleed je mooi netjes. Josefzoon hoopt dat deze 15 vrouwen anderen zullen blijven motiveren en begeleiden. De gehuldigden komen uit alle lagen van de samenleving en uit verschillende districten.